Het was eigenlijk een beetje dankzij corona dat ik er ook door was. Dus nu wil ik echt met een goede start beginnen, zodat ik goed over het derde ga. Als je elke dag thuis zit, ja, op een duur verveel je echt. De eerste week dat we in quarantaine moesten, was dat leuk. Tweede week leuk. En dan vanaf de derde week begon dat dan tegen te steken. Het was een beetje moeilijk. Ik was niet hier in Gent, ik was bij mijn tante in Luik. En ik had geen computer om alle oefeningen te doen of alle de werken op tijd te geven. Als ik iets leer, dan moet ik er zelf bij zijn bij wat er gezegd wordt. Dan wil ik dat, ja, dat ze dat met handen en voeten uitleggen voor mij. En ja, dat was niet zo makkelijk voor mij dan. Mijn vocabulaire is niet zo hoog. Maar elke dag ik studeer. En hier ik ben. Tussen voor 4 maanden, dat is moeilijk. Nederland niet goed spreken met iemand. En alles ben je in de school, je mag spreken, proberen. En thuis niet. Ik vind het makkelijker om hier op school motivatie te vinden, omdat er niet zo afleidingen zijn. En het is gewoon in mijn kamer, daar kun je zoveel doen. En dan, ja, dan raak je snel afgeleid. Ik vond het belangrijk dat mijn oma mij aanmoedigde om voor school te werken en uitlegde hoe dat ik het best te werk ging, zo gezegd. Want anders was het niet goed. Ik heb veel hulp gehad van Martien, de wiskundelerares. En dan belde zij mij en dan ja, heeft ze me het allemaal uitgelegd langs de telefoon. Mijn moeder ook Nederlands leren in Gent. En zo elke dag, we spreken in 1 of 2 uren in thuis. In de live sessies werd er ook altijd gevraagd hoe dat ging met iedereen thuis in de situatie. Hoe gaat het met jullie en zo? En we hebben ook geen live lessen gehad, maar ze hebben ons even live met ons gepraat en zo voor te vragen hoe dat is en zo. Dus dat was ook wel aanwezig. Ja, ik ga naar een andere school. Ik ben klaar met de OCA. Een klein beetje stress. Maar niet zoveel, maar ik ben blij. Ja, ik kijk er wel naar uit naar het nieuwe schooljaar. Dat ik terug les kan krijgen via leerkrachten en niet via de computer. Ik hoop dat er geen online les is. Ja, ik vind het echt leuk dat school weer gaat beginnen. Maar het gaat niet normaal zijn elk andere schooljaar. Het gaat anders zijn.